Feyenoord speelt in Rome tegen AS Roma gelijk. Maar komende zondag dan direct wacht Excelsior in de eigen Kuip. Ja, de kans dat Van Weert in de Kuip beter is dan Totti gisteren in Rome is erg groot volgens mij. Dit is FC Rijnmond. Goedenavond en welkom bij FC Rijnmond op deze vrijdagavond. En op vrijdag kijken we altijd vooruit naar datgene dat komen gaat dit weekend in de voetbal, in de Eredivisie en in de Jupiler League. En dat doen we met twee mannen die alweer met elkaar zitten te boksen. Jan-Dirk Stouten, net terug uit Rome. Heb je nog een beetje stem of niet? Mijn stem is ernstig aangetast na deze wedstrijd. Hoe komt dat? Heb je uitgelaten tijdens de wedstrijd? Ik heb tamelijk uitgelaten gereageerd toen Kazim naar die mooie kopbal van Immers, laten we dat nog een keertje zeggen, tegelijk maken binnenschoten. Ja, dat die hoorde ik. Ja. Ja. Dat was een aardige uithaal, de meter sloeg uit. En naast hem aangeschoven, John de Wolf, vaste analist in dit programma. John, was gisteren Jordi Klaasie, werd door de Italiaanse media bewierookt, hè? De maestro op het middenveld. Vond jij hem ook de man van de wedstrijd? Tweede helft zeker. Eerste helft ging hij eigenlijk mee met het niveau van het elftal. Maar de tweede helft heeft hij laten zien dat hij de absolute leider van dit Feyenoord is. En wat bedoel je met het niveau van het elftal, de eerste helft? Nou ja, ik heb de eerste helft zitten kijken. En vooral zeker de eerste 10 minuten, kwartier. Ja, als je dan op dat moment 1-2, 3-0 achter staat, dan heb je niks te zeggen. En vooral steeds bij Feyenoord aan de linkerkant. Hè, want ze lieten Nelom lekker aanvallen. Ja. Daar lieten ze de ruimtes om hem lekker weg te lokken. En dan gingen ze daar overheen. En ze zijn een aantal keren goed doorgekomen. En ik vreesde in de rust. Denk nou, als het zo tweede helft wordt, dan wordt het 2-3-0. Maar ja, complimenten voor het elftal hoe ze zich herpakt hebben met elkaar. Ja. Volgens Italiaanse media zat AC Milan op de tribune voor Klaasie en meerdere grote Italiaanse clubs. Ja, dat kan niet uitblijven. Dus die heeft zijn stempel gedrukt en ook op de persconferentie mooi voor afgaand aan de wedstrijd woensdagavond in het Olympisch Stadion. Ook al heel veel waardering van Italiaanse media voor Klaasie, die de Nederlandse Xavi werd genoemd. Dat was een mooi compliment. De Nederlandse Xavi? Voor Klaasie. Beetje overdreven of niet? Nou ja, want ja, ik vind wel dat hij zich onderscheidt aan het niveau. En dat hij met dit seizoen eigenlijk aan het eind van het seizoen de stap moet gaan maken naar een grotere club, naar een grotere competitie. Ja. Wie ook een stap heeft gemaakt is Ernie Brands, om dat flauwe bruggetje maar eens te maken. Daar moeten we vandaag ook nog even over hebben. Ja. Weg bij FC Dordrecht. Weet jij al wat er aan de hand is? Ja, dan luidt het persbericht altijd van in goed onderling overleg. In dit geval lijkt dat ook wel te kloppen. Het is voor ons ook geen verrassing. Deze plek al een aantal keren gezegd, ja, Brands is niet de man die bepaalt bij Dordrecht. Dat is het fenomeen. Nee, maar maandag zaten wij hier. Marco Bogers. Maandag zaten wij hier. Toen zou er groot nieuws komen. Toen was het grote nieuws. Dat geen aanvoerder meer. Aanvoerder was. Ja, nu is Brands wel weg. Kijk, Schreier de Nooijer had al een bepaalde rol aan de Kromme Dijk. En Dordt zou hem ook het liefst gewoon het seizoen laten afmaken. Dat mag niet van de regels, volgens de regels van de KNVB. 4 weken dispensatie, maar het vertrek van Brands, die inhoudelijk weinig te melden had aan de Kromme Dijk, is geen verrassing. Goed, maar ik hoorde wel dat Brands gisteren bij PSV zat. Ja. En die zat PSV te analyseren. Toen was dat bekend. Nou, maar die zat PSV zeg maar te analyseren voor zondag. Er waren allemaal oud-gedienden van PSV bij elkaar gekomen. Okay. En die zaten met z'n allen op de tribune. Okay. Dus volgens mij, ik zag het op Twitter voorbij komen, dat ze bij PSV juist zeiden dat allemaal oud-spelers van PSV samenkwamen bij dat duel. Nou, des te knapper is het om daar toch dan heen te gaan. Ja, nou goed. Dus je weet dat je al. Ja, maar dan kan hij wel mee leven. Als je die diepverminder al wist van ik heb hier weinig te zoeken. Brands en Dordt pasten ook niet bij elkaar, vond ik, in de afgelopen maanden. In de afgelopen maanden, maar begin van het seizoen toch? Nee, ik heb het gevoel dat Brands er nooit echt op zijn plek is geweest. Goed, we gaan daar straks verder over praten met deze twee mannen, ook over hoe nu verder bij Dordt. Eerst gaan we terug naar gisteravond. Gisteravond toen Feyenoord speelde tegen AS Roma, gelijk speelde. En na afloop analyseerde Fred Rutte voor onze camera de wedstrijd als volgt. We begonnen denk ik wat moeilijk, wat moeizaam. Dat heeft ook te maken met tegenstander. We konden er moeilijk doorheen spelen. Ze waren nog fris en ze zetten ons vrij snel onder druk. Ja, dan komen we eigenlijk, volgens mij komen we na een kwartier of zo komen we wel aardig in de wedstrijd. Hè? Wij kunnen door hun press heen spelen. En dan, net op dat moment, scoren zij de 1-0. We wisten van tevoren al, we werden de trainers gewaarschuwd van. Dus geef je het gevoel dat je heel goed aan het voetballen bent. Een bal kwijt en dan binnen 2-3 passes die voorin. En daar wachten hun eigenlijk en dat deden ze goed. En daar hebben we misschien 1 of 2 momenten wat geluk gehad. Maar goed, dat geluk mag ook wel een keer aan onze zijde zijn. En ik denk dat de tweede helft zijn we rustig gebleven. Konden we de vrije man heel vaak vinden op het middenveld met Tony die veel naar binnen speelde. En daarom eigenlijk steeds een man extra creëerde eigenlijk rondom de linkerkant. En dat was denk ik wel het grote verschil denk ik, met de eerste helft. Zeker met het middenveld van Roma. Dat is gewoon echt een geweldig middenveld. Die kunnen heel goed voetballen. Dan moet je een wedstrijd opbouwen. En,
zeg maar, opbouwen naar, wat wij kunnen. En dan zie je namelijk, dan komen de tweede helft komen er namelijk ruimtes. En die ruimtes die hebben ons heel erg geholpen, denk ik. Hoe moet je de return gaan spelen? Ik denk hetzelfde als de tweede helft. Ik denk dat we geduldig moeten zijn. Niet de boel opengooien. Je weet dat hun moeten komen. En ik denk dat we gewoon ons eigen spel moeten spelen. En de felheid eigenlijk die we de tweede helft hebben getoond. Die moet je thuis ook durven te tonen. En met lef spelen en met vertrouwen spelen. En met het stadion vol publiek erachter. Ja, moeten wij gewoon voor die volgende ronde gaan. Rutte, toptrainer, hè? Zo'n resultaat. Heeft hij heel goed gedaan. Heeft zijn ploeg gisteravond tactisch uitstekend voorbereid en neergezet. Ja, dus want het is natuurlijk vaak discussie over wat moet er nu gebeuren met Rutte en dat contract. Maar dit heeft hij dan weer goed gedaan. Zo kan het ook gaan in de voetballerij. Het zou een beetje opportun zijn om op basis van één Europese uitwedstrijd te laten beslissen of hij wel of niet doorgaat. Dat ligt vooral aan Rutte zelf. En na volgende week, na donderdag, gaat dat besluit genomen worden. John, Rutte zegt, weet je wel, we hebben het rustig afgewacht. Was dit nou Feyenoord dat heel goed was of liet Roma het een beetje varen? Nou, ik vond Feyenoord de tweede helft vond ik wel goed spelen, moet ik heel eerlijk zeggen. Natuurlijk kan je weer typisch Nederlands komen met negatieve AS Roma. Nee, maar voor mij is toch gewoon de hele normale... Wat je dan hoort en wat je ziet, hè, Totti eruit, Rossi eruit, twee grote jongens bij AS Roma, die niet goed speelden, maar dat was ook de verdienste van Feyenoord. Maar ik denk gewoon dat ze een prima resultaat hebben. En even terugkomen op de vraag die Klaasie krijgt. Ik denk dat Feyenoord... Welke vraag doe jij op? Nou, hoe ze donderdag moeten gaan spelen, sorry. Ja, ik krijg meer vragen. Ik zou wel, als ik Feyenoord was, in een eigen kolkende kuip, want dat gaat gebeuren. Je zal een soort Sevilla-wedstrijd gaan worden. Ja. En daar hebben ze aangetoond dat ze vanaf de eerste minuut bovenop moeten gaan zitten. En dan kan het nog heel erg leuk worden. Ja, maar Italianen zijn ook sluipmoordenaars. Dat zag je in die wedstrijd toch ook? Het was vaak soms één keer raken. Het was een typisch Italiaans scenario. Feyenoord het eerste half uur het gevoel geven dat ze lekker in de wedstrijd zaten. Ja. En ineens toeslaan. Dan moet je wel zeggen dat die verdediger Gervinho, de man die ook op geweldige wijze de 1-0 maakt, die al een paar keer eerder al kwijt waren gisteravond. Ja, want hoe vond je de verdediging staan, de eerste helft? Waar ik net al mee begon. Ik denk dat AS Roma vooral Nelom uitdaagde. Om in ieder geval uitnodigde om in ieder geval aanvallend te denken. En van denken van, nou weet je, we hebben de wedstrijd onder controle. En dan binnen 1-2 pasen, daar lagen elke keer de ruimte. Ja, en dan stonden ze ineens voor de goal. En ik vind ook een compliment naar Karsdorp, hoe die Wilshire vervangen heeft. Heel goed gedaan van die jongen. Laat die jongen lekker staan. Want, toch denk ik, John, hè, want Karsdorp heeft vooral furoren gemaakt als aanvallende middenvelder. Hè. Ja. Was op die positie echt de beste van Nederland in zijn leeftijdscategorie. Is geen optie om onze vriend Toornstra op 10 te zetten. En Karsdorp in die rol op rechts waarin Toornstra opereren. Ja, maar dan zit je is dat geen optie? Maar dan zit je weer met een rechtsback op dit moment. Wilksje is nu geblesseerd. Ja, Karsdorp. Ik ga vanuit Van Beek. Jullie hebben het over de return trouwens. Ja, niet, hè, want ik ga ervan uit dat Van Beek alweer kan spelen. Zeker donderdag. En dat Boularus dan rechtsback is. Ja. Ja, dat zou een optie kunnen doen. Maar ik vind het wel, als je 20 jaar bent, hè, want hij heeft natuurlijk ook alle hoon over zich gekregen. Want die jongen is geen bek, hè? Toen hij in Servië inviel, volgens mij, toen hij niet zo goed inviel. Kroatië. Zeg dat gevoelig. Zeg dat dan niet. Sorry. Even terugspoelen. Ja, precies. Nee, maar begrijp ze je? Ze weten waar je woont. Dan heeft hij nu tegen AS Roma ook weer ingevallen. Ja, fantastisch. En dan heeft hij fantastisch gedaan. Ja, maar dat is een beetje daarom dat je de wisselvalligheid die we hebben gezien bij Feyenoord ook achterin hebt. Congolo bijvoorbeeld, die foutjes maakt de laatste weken, die dan dit soort wedstrijden dan weer wel staat. Wat is dat dan? Waarom kan het dat... Ja, dat heeft te maken met... Dat je wel kan opladen voor deze grote wedstrijden. Ja, maar het heeft ook met ervaring te maken. Kijk, alles ligt nu natuurlijk ook onder een loep. En Congolo heeft de laatste wedstrijdjes wat foutjes gemaakt. Die werden ook gelijk afgestraft. En dan is dan ook de pech, weet je wel. Je kan ook wel eens foutjes maken die dan niet afgestraft worden. Dan worden ze ook niet zo groot gemaakt. De weg naar volwassenheid gaat altijd gepaard met missers. Frank de Boer in zijn tijd als centraal verdediger, Koeman die zelfs kritiek kreeg, dat hoort bij volwassen worden. En deze jongen wordt gewoon goed. Is hij al trouwens. Hey, en Filena speelde. Tijdje niet in de basis gestaan. Hoe deed hij het? Hoe vond jij het? Ja, de tweede helft beduidend beter dan in de eerste. Rutte zei het ook. Het leek alsof hij in de tweede helft de schroom van zich af had gegooid. Ik vond hem heel voorzichtig. In de eerste helft trok ook wat meer naar binnen. Kwam meer aan de bal en ging toen ook beduidend beter spelen. Ja, dat begreep ik wel hoor, waarvoor hij naar binnen trok. Want alles ging over de Feyenoord rechterkant. Ja. Opbouwend. Ja. Dus ja, maar het stond een beetje verloren bij wat dat betreft. Ja, dan ook, hè? Ik zat te kijken thuis op de bank. Maar ik hoorde denk ik 10, 15 minuten hoorde ik de naam Veoena niet. Toen dacht ik, hè? Speelt hij nog wel?
Maar die heeft ook zichzelf goed herpakt, de tweede helft. Want als je natuurlijk weinig vertrouwen hebt, dan moet je eerst weer in zo'n wedstrijd komen natuurlijk. Ja, maar dit heeft hij goed gedaan gisteravond. Ik denk dat hij ook blijft staan. Ja. Ik denk ook zondag tegen Excelsior. Ja, want hoe ga je dat oplossen? Wilkshire natuurlijk er niet bij. Zondag tegen Excelsior, rechtsbackpositie. Hoe is dat in te vullen? Het hangt een beetje van Beek af. Hè. Kijk, als Van Beek kan spelen, dan ga je geen risico meenemen, toch? Nou ja, maar die kun je centraal laten spelen en Boularus rechtsback. En als kun je Karsdorp zeker tegen Excelsior toch prima neerzetten. Zeker tegen Excelsior, wat zeg je nou? Nee, maar ik bedoel... Snelle buitenspelers ook. Nee, maar dit wordt een hele leuke wedstrijd voor smalig zondagmiddag. Want Excelsior kan frank en vrij gaan spelen. Hebben eerder bewezen tegen deze competitie topteams echt lastig te kunnen maken. Wordt een hele leuke wedstrijd. Maar Jan Dirk, we hebben het allemaal... En ik ook hoor. We hebben het allemaal over het topseizoen van Excelsior. Goede resultaten. Ik denk alleen dat ze te veel gelijke spelen hebben gehaald. Ja, dat klopt. Ja. Want ze zijn maar 6 punten los van de onderste 3. Ja. Dus... Nou, dat is het probleem ook een beetje. Ja. Ja, het is net het balletje op de paal. En dan hebben ze een uitstekend seizoen, wat iedereen zegt. En ze hebben fantastische resultaten. Maar ik denk, in de resultaten hebben ze te veel gelijke spelen. Ja, de trainer zegt, 34 punten in 34 wedstrijden ben je veilig. Dat is... Moeten ze er nog 8 hebben. Ja, dan zitten ze redelijk op schema natuurlijk. Ja, maar het zou ook voor die club lekker zijn als je 1 of 2 overwinningen achter elkaar haalt. Ja. En zouden zij van Feyenoord kunnen winnen, deze ploeg? Ze kunnen van Twente uitwinnen. Ja, ik denk dat Excelsior tot alles in staat is. Winnen van de beker misschien wel. Ik heb ze een aantal wedstrijden gezien. Ik heb ze ook bij Dordrecht uitgezien. Toen dacht ik bij mezelf, nou, wat gaat er nu gebeuren na die nederlaag? Maar die hebben zich daarna weer prima hersteld. En net wat je zegt, weet je, Groningen was blij dat ze Excelsior loten. Nou, gaan ze spijt van krijgen? Ik denk dat dat Groningen zich nu wel 2 keer achter de oren gaat krabben. Dat is nog geen makkie. Maar toch, er zijn nu wat jongens geblesseerd. Hè? Kijk, achterin, Van Diermen is er dan niet bij. Daar speelt Matthij. Middenveld, Ouwe Sar, een vraagteken voor het duel met Feyenoord. Voorin, Gaurier er niet bij. Dan wordt de basis natuurlijk ook wel smal. Ja, maar Matthij is toch eigenlijk fluitend eigenlijk in het elftal gekomen. Die doet geen gekke dingen. Fantastisch gedaan. Staat fantastisch. Fiesje vind ik een fantastische leider. Ja. Is de leider van het elftal. Is een prima verdediger. Is een prima voetballer. Ze hebben gewoon een stabiele ploeg. Ze zijn gewoon moeilijk te verslaan. Ze geven heel weinig kansen weg. Maar scoren ook heel weinig dan weer. Ja, maar ze zijn wel gevaarlijk voorin. Want ze hebben wel veel snelheid voorin. En ze zijn heel goed in de omschakeling. Moet ik nog 1 ding over gisteravond zeggen trouwens. Ja. Ik heb toen Karsdorp erin kwam op de radio me afgevraagd van... Is Matthijssen nu Karsdorp aan het stimuleren om er snel in te komen? Of baalt hij? Is hij boos over het feit dat hij niet in mag komen? Ik heb vandaag even gebeld met mensen van Feyenoord. Matthijssen was gewoon Karsdorp aan het stimuleren om snel in te vallen. Was niet boos. Is hij wel? Hij is natuurlijk teleurgesteld dat hij niet speelt. Maar gisteravond was hij zeker niet boos. Dat wil ik even rechtzetten. Ik wil nog 1 ding van je weten, John, voordat we gaan kijken wat er nog meer gisteravond gebeurde. Wat zit je nou te kijken? Lief van hem. Ja, maar lief van hem als hij dat doet. Toch? Maar waarom knipoog je dan naar mij? Ja, ben je zo tekeer gegaan op de radio? Nee, ik ben zeker niet tekeer gegaan op de radio. Ik vroeg me alleen af, wat is hier nu aan de hand? En ik weet nu hoe het zit. En dan zetten we het even prima. Jij bent, voor de mensen. Jij bent vroeger ook profvoetballer geweest. Je hebt ook wedstrijden door de week gespeeld, Europees. Ja. En dan daarna in het weekend natuurlijk wedstrijden tegen andere ploegen. Ja. Hoe waak je er nou voor dat Feyenoord Excelsior niet onderschat... en dat het dan eigenlijk een zeepert gaat oplopen in de competitie? Ja, laten we kijken naar de resultaten de afgelopen weken. Je kan het ook weer omdraaien, weet je. Je kan het ook als trainer weer gebruiken van, jongens, hey, kom op. Het glas is al vol bij jou, hè, vandaag. Nee, maar zondag gaan we een goede wedstrijd neerzetten, waardoor we weer met meer vertrouwen naar AS Roma gaan. Want die ploeg had verleden week een knak gekregen. Dat zag je ook terug in hoe de ploeg aan de wedstrijd begon. Dus je kan het ook weer omdraaien. En ja, nogmaals, normaal gesproken moet het geen probleem zijn. We gaan nog even terug naar Rome de afgelopen dagen. Want er gebeurt natuurlijk meer dan voetbal. Alleen, je hebt het ook in het nieuws gezien. Een aantal hooligans van Feyenoord die hielden daar huis. En daarover spraken we ook vandaag met Erik Gudde, de algemeen directeur van Feyenoord, over hoe hij terugkeek op die afgelopen dagen. Kijk, wat mensen daar gedaan hebben, ik weet het niet, ik denk een paar honderd. Dat is ronduit beschamend. Dat is gedrag waar Feyenoord verre afstand van neemt. Als jij naar een stad gaat, voor wat voor reden dan ook, dan hoor je daar te gedragen. Ik heb gisteravond of gisteren nacht beelden gezien en ik zag 24 Italiaanse kranten met allemaal dezelfde zeggen, ja, zo weer niet in beeld komen. Dus het is buitengewoon beschamend gedrag. Is het een optie, Erik, om een keer te overwegen geen supporters meer mee te nemen naar buitenlandse wedstrijden?
Nou, die vraag begrijp ik niet, want er zijn denk ik 90% van de supporters hebben zich fantastisch gedragen. Als je dat besluit, wie garandeert mij dan dat mensen zonder kaartje niet ook naar die stad afreizen en voor diezelfde ellende zorgen? Dus dat is helemaal de oplossing niet. Dat is geen optie. Nee, de oplossing is dat dat hersenloze gedrag van een paar honderd, hoe je dat aan moet pakken. Ja, en eerlijk gezegd, ik heb daar vanmorgen het antwoord niet op en ik vrees morgenochtend ook niet. Voel je hier als club verantwoordelijk voor? Nou, dat ligt eraan. Waar we steeds meer achter komen is dat er talloze mensen zijn zonder kaartjes die zomaar afgereisd zijn. Ja, daar kan je als club geen verantwoordelijkheid voor nemen. De verantwoordelijkheid die wij hebben is dat we samen met de autoriteiten en met AS Roma, dat we moeten zorgen dat in het stadion dat het daar goed gaat. Nou, ik denk dat ons uitvak, ons reguliere uitvak, dat ondanks dat de autoriteiten dat de dag ervoor nog helemaal omgegooid hebben, wat ook niet handig is in communicatie en dergelijke, maar dat daar zo uitstekend is gegaan. Ja, gedrag van mensen in de stad, daar heeft Feyenoord uiteraard niets mee te maken, want iedereen die kan overal daarin heen gaan. Maar het is uiteindelijk voor de naam niet goed natuurlijk, maar ook voor de naam van het land is het niet goed. Want dit heeft wel wat schade gedaan voor Nederland en voor de Feyenoord supporters. Dit is verschrikkelijk. Ik kreeg een berichtje van oud-collega Joost de Jong. Dit heeft het journaal in Brazilië gehaald. Alle Italiaanse kranten vanmorgen in ons hotel zagen we die openen met de barbaren uit Rotterdam. Dit is ultra slecht en echt verwerpelijk wat hier gebeurd is. Ja, maar Feyenoord zegt dan, ja weet je wel, we kunnen niks. Het is heel lastig, hoe moeten we dat dan aanpakken? Zonder... Ja, dat is ook moeilijk. Het enige waar ik me dan over verbaas is dat als je dan als het plein leeg is en je kijkt wat daar rond ligt, dan zie je overal alcoholflessen. En misschien zou het mee kunnen helpen als je dat alcoholvrij maakt. Nou, volgens mij was het alcoholvrij. Ja, behalve het persrestaurant, stel ik voor. Het was ook aangekondigd. Het was de avond voor de wedstrijd hoorden wij berichten van de Italiaanse politie dat ze bepaalde wijken zouden droogleggen. Maar je zag gisteren op de plein iedereen met halve liters bier staan. Ja, maar mensen hadden al zelf dingen meegenomen, hoorde ik ook alweer van mensen die er zaten. Weet je, er waren gewoon op hotelkamers, was er genoeg voorradig. Dus ja, dan kan je gewoon door. Nee, maar dit is, hier kun je als club niks tegen doen. Hier kun je echt niets tegen doen. Als mensen zonder kaartje naar zo'n stad gaan en deze puinhopen veroorzaken, wat moet je als club? Je bent kansloos. Ja, je kan dus wel een statement maken en zeggen, we gaan niet met supporters de volgende wedstrijd. Dat zou kunnen, dat kan je als statement doen. Dat gebeurt in de voetballerij nooit. Hè. Dat willen... Maar dan gaan ze op eigen gelegenheid. Ja, heb je daar helemaal niet meer in de hand. Kijk, gelukkig vindt dit buiten het stadion plaats en is Feyenoord niet aansprakelijk hiervoor. Je moet er niet aan denken dat je hier zo'n geweldig resultaat boekt, dat er 6000 goede supporters zijn en dat je vandaag uit het Europa League toernooi wordt gekegeld. Maar dat is wel een reëel gevaar, mocht het een keer in een stadion gebeuren. Ja, maar het is toch een beetje makkelijk zonder als iedereen maar zegt, ja weet je, we kunnen hier niks mee. Als iedereen zijn handen ervan afhaalt, dan los je er ook niks mee op. Nee, dat klopt ook. En dat blijft ook steeds toch het verhaal, tuurlijk, welke wet je ook invoert. Je wordt er ook mee geassocieerd als club, en tuurlijk, maar Wat is de oplossing, Etienne? Gudde zegt het, ik weet het niet. Maar jullie zijn analisten, ik ben hier. Ja, maar ik ben een voetbalanalist, maar ik ben geen oplosser daarvoor. Dat is niet op te lossen. Ik ben moe van al die politieke partijen die nu kamervragen gaan stellen en de CDA. Paspoorten inleveren in Rotterdam, gaan allemaal van die onzin dingen roepen. Allemaal onhaalbare zaken komen ze nu mee. Ja, dus ook niet doen? Nee. Dit is onoplosbaar helaas, daar moeten we ons bij neerleggen. Ja. Trouwens, ben je ooit wel eens in de stad geweest? 2 dagen, John vroeg me af. Jij bent nog wel van het geld uitgeven, volgens mij, voor mooie dingen. Heb jij ooit wel eens 40.000... Zeg hij met dat Colbert. Ja, daar ben je jaloers op, hè? Ja. Ik weet waar ik kan kopen, ik geef het adres wel. Maar 45.000 euro in 2 dagen... Dat is lelijker dan Colbert, dat is echt heel lelijk. Nee, ik moet kijken naar die trui van jou. Jij zat met je logo Ik kus mijn logo. Maar goed, ja? Okay. Heb jij ooit wel eens in 2 dagen tijd 45.000 euro uitgegeven? Was je dat ooit wel eens kwijt in 2 dagen? Nee. Maar volgens mij hebben ze, want je doelt natuurlijk op de jongens die gearresteerd zijn. Waren. 6 maanden straf. Maar die hebben volgens mij niet gelijk cash betaald. Nee, die krijgen nog acte giro thuis. Volgens mij hebben ze een soort regeling getroffen, waarin ze, als ze nog een keer... Ja. Het is voorwaardelijk, heb ik begrepen. Voorwaardelijk, ja, 3 jaar lang. Als ze het nog een keer zouden overkomen. 45.000 euro. Ja, dat is een hoop centen. Dat is een hoop geld. Ja, vertel dat maar thuis. Ja, ik ga lekker naar een voetbalwedstrijdje kijken. En dan kom je eerder thuis volgens mij, of je zit vast. Ja, je komt eerder thuis. Je wedstrijd niet. En je komt met een cheque van 45.000 euro die je eventueel moet gaan betalen. Ja. Dat wordt lastig om dat uit te leggen. Ja. Goed, we gaan kijken hoe het gaat dit weekend als Feyenoord speelt tegen Excelsior. We gaan ook kijken hoe het met Dordrecht gaat. Dordrecht speelt tegen PSV. En FC Dordrecht die had het probleem dat ineens het nieuws gisteren naar buiten kwam. Dat de trainer, dat is Ernie Brands, weg is. De wegen scheiden. Dus gingen wij vandaag met camera natuurlijk naar de Kromme Dijk om te kijken wat het verhaal daar was. Al duurde het een kleine 3 kwartier voordat spelers en de nieuwe tijdelijke trainer Gerard de Nooijer naar buiten kwamen. 3 kwartier later dan gepland komen de spelers van FC Dordrecht naar buiten. Voor het eerst zonder Ernie Brands. In de eigen verklaring laat de club weten dat het afscheid in goed overleg is gegaan. Voorlopig blijft het de vraag of de club hem nu heeft weggestuurd of dat Brands de handdoek heeft geworpen. Dat laatste lijkt waarschijnlijker.
Ik denk ook dat wij als spelersgroep ook naar onszelf moeten kijken. Want de trainer is ook maar een mens. En als wij elke week mindere resultaten halen, krijgt hij elke week ook veel over zich heen. En hij is ook maar een mens. Dus misschien is het ook aan hem gaan knagen. En heeft hij gewoon besloten met de club. Misschien, ik weet het niet zeker, dat het zo beter is voor hem zelf ook. Ons gevoel zegt dat hij zelf is opgestapt. Wat kun je daarover zeggen? Ja, daar ga ik ook niks over zeggen. Want, jij weet de reden wel? Nee, de inhoud is bekend. Ja, bij jou? Ja, maar ook bij jullie en ook bij de club en ook bij de spelers. Dus daar hoef je ook niet naar te gissen. Een dag eerder op de training horen we maar één stem duidelijk over het veld schallen. Die van assistenttrainer Gerard de Nooijer. Hij leidt de training. Hoofdtrainer Ernie Brands kijkt zwijgend toe. Het contrast tussen de passieve Brands en de drukke de Nooijer is pijnlijk groot. Het vertelt het verhaal dat eigenlijk al een tijdje publiek geheim was. Dat Ernie Brands, in ieder geval sinds de winterstop, niets meer te zeggen had. En dat de Nooijer in praktijk de trainer was. Dit blijft altijd jammer. Hè? Zeker als mens zijnde is het gewoon heel jammer dat ze uit elkaar gaan. Hè? De club en de trainer. Maar het kan ook zijn, als je naar jezelf kijkt, dat je denkt van nou, dit is een mooie kans voor mezelf. Nee, want nee, zo zit ik niet in elkaar. Want ik gaf natuurlijk al hier de trainingen voor een groot gedeelte. En ik was ook hier al aanwezig. En mijn mening telde hier ook. Dus dat vind ik, dat is niet zo. Het blijft altijd gewoon heel vervelend. Ja. Wij hadden ook een beetje het idee dat jij hier al een soort van hoofdtrainer was in de praktijk. Voel je dat zelf ook zo? Nee, dat voelde ik niet, want de hoofdtrainer was Ernie. En ik was ook verantwoordelijk en medeverantwoordelijk. En er was maar één baas, en dat was tenminste baas, één hoofdtrainer, dat was Ernie zelf. Wat al langer zo was, is vandaag voor het eerst officieel zichtbaar. De Nooijer leidt de training, samen met Rodi Hoege en Rogier Molhoek. Geen van hen heeft zijn trainersdiploma. De club krijgt van de KNVB 4 weken de tijd om een nieuwe hoofdtrainer aan te stellen. Heb je nog wat toe te voegen? Als u nu kijkt, bedankt voor alles en ik hoop je nog een keer tegen te komen. Zo, nou, dat was duidelijk. Wat een mooi toneelstukje. Dat is het. Je zit al te kijken naar een soort comedy capers. Niemand weet waar het over gaat. Iedereen niemand zegt wat. Jullie weten waar het over gaat. Nou, Jan-Dirk gaat het nu uitleggen. Al weken en maanden zeggen. Marco Bogers bepaalt aan de Krommedijk. Nee, dat was Ernie. En Gerard de Nooijer. Gerard de Nooijer had de technische leiding dagelijks in handen. Ik snap, vind ik heel knap van Gerard, vind ik ook. Beetje gentlemanachtig bijna naar Ernie Brands toe. Vind ik ziek dat hij het zo vertelt, maar zo was het niet. Hij was de baas. Brands was de man die het diploma had en daarom voor spek en bonen op die bank mocht zitten. En dat had hij nu door? Ernie dacht ineens naar de winterstop. Dat wisten ze al een tijdje van elkaar, hebben ze een tijdje geaccepteerd en nu werkt het niet meer. Nou, klaar. Alleen wat gaan ze na 4 weken doen? Ja. Want dan moet je dus iemand hebben met een diploma. Nou, we hebben hier iemand zitten die ervaring heeft om iets tijdelijk over te nemen. Nee, maar over 4 weken moet je... Hoeveel wedstrijden zijn er dan nog? Een wedstrijdje of 6, 7? 8. En hopelijk daarna. Dus dan moet je een nieuwe hoofdtrainer gaan halen voor 8 wedstrijden. Ja. Nou, Aad de Mos is vrij, hè? Jan Boskamp. Wie gaat daar instappen? Jan Boskamp heeft een uitstekende relatie met Dordrecht. Hij heeft Peersman daar aanbevolen. Is een man die goede contacten onderhoudt met Ad Heijsman en Marco Bogers. Zou Jan het doen voor 8 wedstrijden? Boskamp, hij is ooit een keer gevraagd, hè? Want je weet ook dat de Nooijer volgend jaar de trainer wordt. Nee, nou, die heeft ook zijn diploma nog niet. Nee, echt niet? Nee, voor mij heeft Jan niet meer de ambitie om nou een jaar of twee bij door te trainen. Nee, maar Jan is ooit gevraagd. Maar zou Jan dan, zeg maar, dat vraag ik me echt af. Hè. Zou Jan dan, ik denk... Stel dan, stel even voor, je wedstrijd. Dan hebben we een wedstrijd, dan zit Jan Boskamp op de bank. Je zit, Jan die geeft Gennaro de Nooijer een tik op zijn nek. En dan belt vanaf de tribune belt Marco Bogers op om een wissel door te geven. Ik vind het volkomen onterecht als Boskamp hier zo wordt neergezet. De man heeft Anderlecht getraind. Nee, heeft grote clubs. Dat ben ik wel met je eens. Ik vind Boskamp maar. Boskamp zal zich nooit in die rol laten. Boskamp gaat dan niet zeggen. Sturen door Marco Bogers. Maar het zou toch ook een geweldige PR-stunt zijn als Boskamp daar gaat zitten. Ja, maar zou Boskamp zich daarvoor laten lenen? Ik heb Jan geprobeerd te bellen, maar voor wat? Dat hij meedoet in een PR-stunt. Dat hij weet dat hij niet eindverantwoordelijk is. Nee, maar nou zeg je iets. Nou zeg je iets heel essentieel. Ja, maar dat daarom. Nee, want ik denk dat Marco Bogers, als hij denkt Boskamp te gaan bellen, dan zal hij al de verantwoording aan Boskamp meegeven. Die ga je toch niet zeggen, Jan, wil jij 8 wedstrijden op de bank zitten, maar ik blijf bepalen? Het gebeurt natuurlijk niet. Jan Boskamp naar de Krommedijk. Zou legendarisch zijn. Hoeveel mensen zouden vandaag Marco Bogers al gebeld hebben? Ja, het is, ja, kijk, ik wil zeggen, het is een risico om erin te stappen. De andere kant is wel...
dat iedereen, niemand zal verbaasd als Dordt daadwerkelijk rechtstreeks promoveert of degradeert. En als je erin blijft, verricht je een soort van wonder. Ze hebben 3 punten met NAC. Nee, NAC is een club in grote nood. Ja. Maar dan nog wel even, voor hun wel vervelend, voor de aankomende trainer of wie daar trainer wordt. Funzo Oyo, de man eigenlijk die beste was op middenveld, die is eigenlijk klaar met dit seizoen. Ja, die hoopt daarna competitie te halen, maar die is 3 maanden eruit. Ja. Ja. Zich geblesseerd gaan. Ja. Een forse tegenslag. Precies. Veruit de beste voetballer van Dordt. Ja, dat is een fantastische speler. Oh. Ja, maar die is het linker enkel, die is 3 maanden eruit. Ja, was ook al zijn aanvoerdersband afgepakt, hè? Ja, dus die ging de aanvoerdersband. Naar onze grote vriend die we net zagen. Lima, maar ja, die is geschorst. Nee, maar het is wel een probleem voor Dordt, want hij levert weliswaar een beetje in onmin met Brands. Maar ik hoop dat, die gaat niet meer spelen. Maar dat is echt de beste voetballer veruit. Ja. Op het middenveld. Ja, als je dan toch erin wil blijven, heb je dat soort jongens toch nodig of niet? Is dat nog op te vangen, zo'n Oyo? Ja, Oyo is wel een van de betere spelers en een van de constante spelers. Ja. Ja, je maakt niet een speler zomaar aanvoeren, want dan geef je die speler verantwoording. En dat is toch dat zijn toch speciale jongens in jouw groep. En aan de andere kant, een spelers of een aanvoerdersband afpakken van een speler tijdens een seizoen, nou, dat doet ook wat hoor met een speler. Dat is waar. Is Gerard de Nooijer de juiste man voor Dordrecht de komende weken? Is dat een goede trainer? Zou ik niet weten. Dan moeten we met z'n tweeën lekker een week gaan kijken. En kijken hoe die trainingen gaan. Hij is een trainer in opleiding en hij doet de cursus. Hij heeft zelf op niveau gespeeld. Ik heb wel vertrouwen in hem als trainer, moet ik zeggen. Ik denk dat er wel iemand is in de toekomst in dat vak naam kan maken. Maar ja, dit is geen serieuze kans voor hem. Hij mag het 4 weken gaan doen. Daarin kun je weinig bewijzen, vind ik. Ja, kan je weinig bewijzen daarin? Je kan in ieder geval 4 wedstrijden de nul houden. Misschien. Wacht even, hier komt te beginnen hier Eindhoven. Hier komt een bordje dat zo open gaat. Voor je beginnen. Nee. Een Spartaans wondje dat open gaat. Hebben ze je nog bedankt? Ik ben onthaald. Ik heb bloemen thuis gekregen. Nee, maar dat is echt waar. Dat schandaal wil ik nog één keer aan. Die tijd. Ze hebben je nooit bedankt, John. Daar ben ik al voorbij, joh. Maar wij nog niet. Ik niet. Ik ben er niet overheen. Nee, maakt niet uit. Kenny Thijssen, 3 wedstrijden trouwens geschorst. Sparta dit weekend tegen Emmen. Emmen, belangrijke wedstrijd hè, om die plek 5 in de eerste divisie. Die recht geeft op deelname aan de play-offs. En de schorsing van Thijssen. Elke Spartaan roept nog steeds tegen ons heel hard. Ja, onterecht die rode kaart tegen Jong PSV. Ik ga het nog 1 keer zeggen, hij was zeer terecht. Ja toch, John? Jij bent verdediger geweest. Ik heb hem, dat is niet om hoe of wat, maar ik heb hem niet gezien. Heb jij maandag niet gekeken naar ons? Nee, ik heb hem niet gezien. Nee. Diplomaatje. Ja, ik wist niet dat die diplomaat. Als ik weet gezien dat heb, we daarover gaan als praten. Als ik hem gezien heb, dan ga ik mijn mening beschrijven. Pak hem er even bij. Maar jij was. Kan dat of niet? Nou, nee, dat kan nog net niet. Ik wil hem graag zien. Maar wat hij doet, hij gaat vol op dat been en dat kan dan nog ongeveer zijn wel. En dan duwt hij daarna door. Ja, nou ja, weet je dat. Zeg maar dat schandalig was. Zeg maar, nee, geloof ons nou. Ja, maar ja, nee. Dit is geen vertrouwen. Ik geloof pas als ik het zelf ons geen vertrouwen is, John. Jij moet gewoon zeggen schandalig. Nee, maar op het moment dat ik die beelden gezien heb, dan kan ik pas oordelen. En ik ga niet op dit jou voelt niet als vertrouwen. Ja, dan mag je zo voelen. Ben je trouw? Ja, Emme, een tikkie dit. Een tikkie. Ben je al gebeld door Peter van den Berg? Omdat? Om mee te gaan naar RKC Waalwijk. Die gaat ook niet tussen die twee. Dat klikt niet. Ook een publiek geheim. Maar heeft wel hoop. Alle publieke geheimen gaan we vandaag. Dat klikt niet tussen hem en Peter. Maar van den Berg wordt hoofdtrainer van RKC Waalwijk. Ja, dat klopt. Ik heb het vernomen. Maar ja, dat is mooi. Dat is een goede opstap voor denk ik voor Peter om hoe lang? 2,5 jaar. Zat er een tijdje aan te komen. Om daar een eigen team te gaan trainen. Ja, nee, dat meen ik echt. Ik vind Peter... nou gewoon dat het jullie niet klikken. Dat mag ook. Nee, kun je ook gewoon zeggen. Wij maken het professioneel. Jij bent nu een klein beetje gepikeerd omdat ik niet met jou mee ga over trainingen. Dus je probeert wat te forceren in jouw... Ja. Maar ik denk dat Peter een goede opstap bij RKC. Ik heb het al tegen Peter een paar keer gezegd. Voor mij heb ik het ook al een paar keer naar buiten geroepen. Ik vind Peter een hele goede hoofdtrainer. Dat meen ik echt. Maar jezelf nog een beter? Nee, ik niet. Nee, want als ik mezelf zo goed vind, dan ga ik de papieren halen. Dus maar die haal ik niet. Nee, dus je kan ook genoeg. Precies. Dat zegt genoeg, toch? John, dankjewel dat je hier was. Dankjewel. Het was weer prettig. Ja. Jan-Dirk? Ik moet het even verwerken, deze uitzending. Dacht ik al. Dit weekend al het voetbal te volgen, natuurlijk, op Radio Rijnmond. Deze twee mannen gaan nog verder met Tikkie en Bentum. Wij zijn er komende zondag weer met de nieuwe FC Rijnmond. Goed, dit kunt u allemaal terugkijken op internet later. Nog een heel fijn weekend. En graag tot zondag met een nieuwe FC. Kom maar.